Welkom bij basketbalvereniging Leebek in Kampen. We zijn hier in Sporthal de Reven, de thuisbasis van de basketbalvereniging uit Kampen. Waar vanavond een trainingsavond is van de jeugd en wat oudere jeugd. We gaan zo een praatje maken met de voorzitter en jeugdtrainer Martijn van Zon. Ja, we staan nu bij Martijn van Zon, voorzitter en jeugdtrainer. Zojuist net een training gehad van een heel enthousiaste groep jeugd. Hoe oud zijn deze kinderen, Martijn? De kinderen die ik net heb getraind, die zijn van 8 tot 12 jaar. Dat is de leeftijdsklasse U12, zoals wij dat dan noemen. Ja. Wij werken met leeftijdsklassen per 2 jaar. U12, U14, U16. U staat voor under? Under, dat staat voor under. Ja. Vroeger heette dat onder andere bijvoorbeeld kadetten en junioren. Ja. Nu heeft dat U12 of U14. Ja. Ik train zelf een team onder de 12. We hebben dat op dit ogenblik gesplitst in 2 groepen. 1 deel onder de 10, kinderen die echt beginnen met basketbal, en een deel onder de 12. Sommigen zijn daar ook net begonnen, maar een aantal daarvan die zitten al in het tweede en soms al in het derde jaar. Ja, en dat zie je. Ja, en die spelen ook competitie, hè? Want de kinderen die net beginnen, die spelen volgens mij geen competitie, hè? Nee, we hebben dat voor dit jaar voor het eerst iets anders georganiseerd dan in eerdere jaren. Om ook een beetje aansluiting te vinden bij hoe de kinderen, zeg maar, hun eigen spelniveau, om aansluiting te vinden bij hun eigen spelniveau. We hebben de U12, dat is bij ons de 10 tot 12-jarigen die in de leeftijdsklasse spelen in de competitie tot 12 jaar. Zijn ze jonger dan 10, daar hebben we ook een aparte groep voor. Hebben we daar een soort van toernooicompetitie. Eens in de 2 maanden is er dan op een zaterdagochtend een toernooi. Dat duurt de hele ochtend. En dan komen er teams uit de hele regio. Oké, met omliggende verenigingen. Ja, en die spelen dan in een hele compacte ochtend, spelen ze een heleboel wedstrijden tegelijk. Is dat eigenlijk omdat het spel toch best wel complex is om dat te leren? Om dat eerst eens een beetje rustig te wennen aan het spel? Of te complex, misschien is het een groot woord, maar... Nee, nou, het is niet zozeer moeilijk. Maar wat je natuurlijk ziet is dat kinderen groeien heel vaak op met voetballen. Dit vraagt toch wel net iets andere coördinatie. Ja. Je hebt wel je looptechniek nodig, net als bij voetballen. Maar ja, het combineert ook in één keer andere technieken met je handen en met je lichaam. Ja. En dat vraagt net wat anders. Niet ieder kind heeft er aanleg voor. Maar ja, dat hebben ze net voor andere sporten soms ook niet. Nee. Wat we zorgen is dat we het basketbal aanbieden aan kinderen op hun niveau. Want uiteindelijk, of ze het nou wel heel goed kunnen of niet, plezier is het allerbelangrijkste. Dat is eigenlijk de basis. Alle niveaus zijn hier welkom eigenlijk. Alle niveaus zijn hier welkom. Ja. 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 Dan ben je zelf jeugdtrainer hiervan. Is dat uit nood geboren of gewoon omdat je het ook heel leuk vindt, Martijn? Ja, kijk, uit nood geboren zal het altijd zijn natuurlijk bij een vereniging, omdat je draait op vrijwilligers. Het is moeilijk over het algemeen naar vrijwilligers te komen. Dat is best een uitdaging, maar om het nou te zeggen, het is uit nood geboren, ik sta hier voor mijn plezier. Ik zag dat je het wel met overgave en enthousiasme deed. Dat kun je wel zeggen, ik moet er altijd weer van glimlachen als ik deze kant op rijd. En wat me ook opviel, dat je toch ook wel de kinderen probeert wat te leren. Het is niet alleen maar gewoon even een spelletje voor tijdje doen. En dan weer naar huis. Nee, het is echt wel degelijk dat je ook de techniek de aandacht geeft gelijk al. Absoluut, absoluut. Ja, wat we merken is dat als je echt een goede basketballer wilt worden, nogmaals, binnen je eigen niveau, dan begint dat eigenlijk wel op een jonge leeftijd. Je moet, dat heet bij ons fundamentals, je moet de basisbeginselen eigenlijk al op jonge leeftijd onder de knie hebben. Wil je dat later gewoon als van nature meenemen. En zit het er één keer in? Het is net als met fietsen, dan gaat het er daarna ook nooit meer uit. En het fabeltje dat je alleen lang moest zijn voor basketbal, dat is denk ik echt een fabeltje, denk ik. Hè? Dat is een fabeltje. Het helpt natuurlijk, maar... Het helpt, maar je wordt er niet een betere basketballer van als je langer bent. Nee. Leebek, jullie zijn ontstaan eigenlijk vanuit een omnivereniging een jaar of 20 geleden. Het is een kleine vereniging, denk ik, hier in Kampen. Jullie zitten op hoeveel leden ongeveer? We hebben op dit ogenblik zo'n 60 leden. Oké, en dan hebben jullie, je zei het al, een paar jeugdteams, maar ook nog seniorenteams. We hebben 1 seniorenteam. Ja, 1 seniorenteam, dat bestaat dan uit heren. En dat zijn in ons geval heren vanaf, moet ik even denken, de jongste is 20. En eigenlijk loopt het vanaf dan loopt het op. De oudste is 52. Maar ik moet zeggen, als je die conditie hebt op je 52ste,
petje af. Ik wou net zeggen, want het snelste van onze vereniging. Komt er best wel conditioneel ook wel bij kijken, hè, bij een basketbal. Het is natuurlijk heel veel lopen zonder bal ook. Ja, ja, het is heel veel lopen zonder bal. Dat wordt nog wel eens gedacht van, oh, het is een klein veld. Maar ik denk dat je misschien wel meer aflegt dan bij een basketbalwedstrijd. Omdat je permanent aan het lopen bent. Ja. Je hebt maar één rustmoment. En dat is als je gewisseld wordt. Ja. Dan heb je basketbalvereniging, is op zich een kleine sport. Als je in Nederland kijkt, is het over het algemeen ook een kleine sport. Terwijl in Amerika eigenlijk sport nummer één is. Uit Nederland en Amerika is natuurlijk niet te vergelijken. Maar heb jij daar een verklaring voor dat het toch redelijk altijd toch tot de kleinere sporten blijft in Nederland? In het algemeen dan? Ja, er zijn natuurlijk wat meer sporten die niet zo groot zijn. Ik denk dat het wel debet is aan, of ligt aan het feit dat er niet zoveel voorzieningen zijn om te kunnen basketballen. Als ik kijk naar de wijk waar ik zelf woon, daar is eigenlijk één fatsoenlijke basket beschikbaar. En ja, met fatsoenlijk bedoel ik dan dat er een ring hangt en een bord. Maar eigenlijk hangt het van een ellende aan elkaar. Ik denk dat als je de drempel zou verlagen door veel meer van dit soort voorzieningen aan te bieden, dat de aantrekkelijkheid van de sport gaat toenemen. Daar zou de bond dus best wel wat aan kunnen doen, wat jou betreft. Daar zou de bond wat aan kunnen doen, maar ik denk dat met name hier ook de verantwoordelijkheid ligt voor de gemeente. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dan even over jullie vereniging zelf. Ik las op jullie site ook het woordje respect. Ik wil het toch even aanhalen. Ik vond het wel heel mooi omdat jullie dat eigenlijk expliciet omschrijven. Kun je toch even uitleggen waarom jullie dat zo belangrijk vinden, dat er toch respect naar elkaar is, naar tegenstanders, scheidsrechter. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie? Nou, misschien heb je het gezien, misschien ga je het op de beelden zien. Maar zelfs al bij de jongste jeugd zie je dat basketbal een hele fysieke sport is, waar heel veel contact is onderling. Ik probeer dat ook te stimuleren door te zeggen, vecht maar om de bal. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat je er echt op moet vechten. Maar dat je wel moet strijden voor de winst. Ja. Dat moet altijd op een eerlijke manier. En fair play, dat willen we fair play. En dat willen we ook uitdragen. En we zien dat dat voor sommige kinderen best moeilijk is om die grens, zeg maar, te vinden. Met name als het om het echi gaat in een wedstrijd. Daar hebben we wat ervaringen mee. En daar zijn we ook heel strikt in als vereniging. Als je je niet gedraagt zoals wij vinden dat dat hoort. En dat zijn hele normale omgangsvormen. Ja, eigenlijk de gewone gedragsvormen. Zoals je gaat eerlijk met elkaar om. Ja. Je wint eerlijk. Je verliest ook eerlijk. Je, zeg maar, bedankt elkaar na een wedstrijd. Als dat soort dingen er niet in zitten, dan gaan we daar eerst het gesprek over aan. En als het tot niks leidt, dan betekent het dat je niet geschikt bent voor de sport zoals wij die graag als vereniging willen doen. Ik vind dat een heel mooi iets wat je nou aangeeft. Bij andere sporten ontbreekt het daar soms nog wel eens aan. Heb je ook een beetje de gedachte van als je dat al jongeren inbrengt bij jeugd, dat het dan ook automatisch doorgaat als men op latere leeftijd de sport nog beoefent? Dat is wel wat ik hoop. Ja. Ik denk dat sporten hier heel vormend kan zijn. Dat proberen we ook uit te dragen. Respect voor elkaar helpen. Overspelen bijvoorbeeld, hè. Echt dingen samen doen. Ja, ik denk dat je hier al heel snel ziet wat voor een karakter zich in een later leven gaat vormen. Maar daar kan je nu in deze fase hopelijk nog wat aan bijdragen via de sport. Ja. En nou, dat doe ik ook met plezier. Even over jezelf, je bent voorzitter dan, jeugdtrainer. Speel je zelf ook nog basketbal of is dat er een beetje ingeschoten? Nee, ik speel zelf ook nog. Ik heb vroeger ook gespeeld bij Leiden in mijn studententijd. Daar ben ik altijd nog trots op dat ik daar ooit op promotiedivisieniveau heb basketbald. Ja, dat was een aardig niveau. Ja. Ja, en dan vind ik het ook leuk dat wat ik heb geleerd om dat weer te kunnen overdragen. Maar het spelletje is zo leuk dat ik het ook nog heel graag heel lang hoop te blijven kunnen doen. Dus ik speel hier gewoon mee met de heren, met de competitie. Ja, want jullie spelen over het algemeen op vrijdagavond de thuiswedstrijd, ja, hè? Op vrijdagavond de thuiswedstrijd. Hier in Sport al de Reven. In de Reven, ja. Toen is de thuiswedstrijd. Ja, ja, ja. Ja, ja. Spelen jullie daar wel competitie in? Ja, wij spelen gewoon competitie, ja, zeker. Ja. Ja. Dan las ik ook wel dat jullie dat vorig jaar een beetje hopen, eigenlijk een beetje alles een beetje de resultaten een beetje te stabiliseren. Althans, een beetje niet die uitschieters te krijgen. Is dat een beetje gelukt afgelopen seizoen, naar jouw idee? Afgelopen seizoen moet ik zeggen, hebben we helemaal niet slecht gepresteerd. Wat je wel ziet is natuurlijk dat naarmate de leeftijd vordert, de blessuregevoeligheid ook wat toeneemt. Ja, en dan is het natuurlijk jammer dat je niet een hele brede basis hebt, ook binnen de heren.
daar willen we aan werken. We proberen ook gewoon in onze leeftijd mensen naar de vereniging toe te halen. We hopen ook dat dat gaat lukken. Maar ja, afgelopen jaar hebben we, omdat mensen gaan studeren, een andere baan krijgen, ja, hebben we ook weer afscheid moeten nemen van hier. En dan zeker als je een kleine vereniging bent, dan voel je dat extra, denk ik. Dan voel je dat inderdaad heel erg snel. Ja. Ja. Tot slot toch even een stukje reclame. Als mensen nu graag eens een keer willen kennismaken, hoe of wat moeten ze dan doen om hier een keer langs te komen? Onvrijblijvend of moeten ze eerst contact op met jullie opnemen? Mensen mogen altijd vrijblijvend komen. Dat kan eventueel ook zonder contact. Het is natuurlijk handig als we het even van tevoren weten. Dan kunnen we het betreffende kind of de persoon, jongen of meisje, kunnen we opvangen. En dan even begeleiden richting de juiste groep, even introduceren. Maar iedereen is dus gewoon welkom. Je kan informatie vinden op onze site www.leebek.nl. En dan kom je automatisch op de site waar je alle informatie vindt over de trainingszijde. Maar die kan ik even zo globaal aangeven. We hebben twee leeftijdsgroepen. Die trainen van 7:30 tot 7:45 op de woensdagavond in de Reven. Dat zijn de leeftijdsgroepen tot 12 jaar en van 12 tot 14. Dan hebben we van 7:45 tot 9:15 de leeftijdsgroep van 14 tot 16. Die bij ons overloopt in de groep tot 18 jaar. En daarna... ben je wat ouder, dan mag je vanaf 9 uur komen. En om 9 uur trainen de heren, de volwassenen. Ja. Ik wil nog één dingetje aanhalen. Ik hoorde het eigenlijk net jou zeggen. Meisjes zijn ook welkom. Het is niet alleen een jongenssport, begrijp ik. Het is niet alleen een jongenssport. Jullie hebben opnames gemaakt. Ja. Je ziet dat er een heleboel meisjes ook rondlopen. Dat vinden we heel leuk. Dus die zijn ook zeker ook welkom. Die zijn zeker ook welkom. En net als bij andere sporten is tot op een bepaalde leeftijd het basketbal gewoon gemengd. Daar zie je eigenlijk ook geen verschil. Qua lengte zijn meisjes dan vaak nog wel eens wat langer dan de jongens. Dus daar halen ze dan hun voordeel uit. Dat compenseert dan soms weer even een aantal andere zaken. Dat gaat tot en met 16 jaar. Okay. Worden ze ouder, dan is er in principe geen gemengde competitie meer. Dan wordt het verschil toch te groot. Fysiek met name, denk ik. Maar wij hebben op dit ogenblik alleen maar gemengde teams. Zouden wij een hele grote groep meisjes krijgen in dezelfde leeftijdsgroep, wat we ontzettend leuk zouden vinden, dan zouden we onmiddellijk ook een apart meisjesteam gaan starten. Dat is uiteindelijk onze wens. Nou, mooie woorden. Ik hoop dat dit filmpje in ieder geval heeft bijgedragen. Dankjewel voor het gesprek en succes met je vereniging. Dankjewel. Dankjewel, Martijn. Graag gedaan. Ja.